recyclé comme en 2012, comme en 2014, comme en 2017, comme en 2019. Welkom bij de derde aflevering van de Tour de France 2021 in de serie van Wout van Aert, monumentale Grand Slam. En vandaag beginnen we ook met het echte werk, want we trekken de bergen in. Ja, het is zover, de hel tegemoet treden. Natuurlijk beginnen we met de ploegpresentatie van Jumbo-Visma. Die is niet veranderd tegenover de twee vorige afleveringen. En ik wil van dit moment even gebruik maken om de trofeeënkast van Wout van Aert te overlopen. In real life dan wel 2020. Want hij heeft de afgelopen weken heel wat prijzen gewonnen. De Vlaamse Reus, Kristallenfiets, Vlaanderen van het jaar. Nationale trofee voor sportverdiensten in België. En hij is ook nog eens verkozen tot sportman van het jaar in België. Ja, props, gefeliciteerd Wout van Aert. En het is gewoon insane wat die man allemaal heeft gewonnen in 2020. Ja, voor velen echt een klotejaar. Met corona natuurlijk. Ja, voor Wout is het eigenlijk een succesjaar geworden. Maar kunnen we in deze virtuele serie er nog een vervolg aan breien? Want deze tour begon heel succesvol. Naar Le Grand Bornand kregen we een eerste tik. En hier in etappe 9 rijden we van Cluse naar Tignes. En op deze klim, de Monte de Tignes, gaat het moeten gebeuren voor Woutje. En ik heb er schrik van. Ik geef het eerlijk toe. Toen ik het profiel van de Tour 2021 zag en ik wist dat ik hem dus virtueel in mijn carrière of in mijn serie ging gebruiken, toen zag ik deze rit en dacht ik van, oh damn, daar ga ik zoveel tijd verliezen. Als we nog in het geel zitten, wat niet meer het geval is, dan ging ik ervan uit sowieso het geel te verliezen. En de vraag is, hoeveel tijd gaan we vandaag aan de broek gesmeerd krijgen? Naar Le Grand Bornand was het 3 minuten ten opzichte van Thibaut Pinot. Oké, die had ook een grote tijdskloof tegenover de andere sterke klimmers. Dus oké, we staan 50 seconden achter Geraint Thomas. Dat is niet slecht, maar wat gaat het vandaag geven? Wat gaat er hier gebeuren? De tussensprint is momenteel in aantocht. Megève, daar ligt hij. Maar die col van tweede categorie heeft Wautje toch wel wat pijn gedaan. Ook de vlucht van de dag zit daar nog voorop. Matthews probeert wel alles uit de kast te halen. Maar het gat gaat niet gedicht worden. Dus geen punten vandaag voor het groen. Helaas, helaas. Ze zei dat we er in Tignes nog een paar pakken. Maar dat vrees ik toch wel. En dan gaan we zo meteen naar een van de nieuwe cols in deze etappe. De Col du Pré. Dat is echt wel de meest steile vandaag. Ja, ja, 11 kilometer lang. 8,7 gemiddeld. En naar het einde toe is deze echt gewoon extreem zwaar. Buiten categorie. En een aanval van Hirschi. Ja, Carretero probeert mee te springen. Ik dacht Kermay gezien te hebben in een glimp. Jawel. De donker gekleurde renner van Delco. Nipo Delco. Maar hij raakt niet weg. Nee. En Hirschi op jacht naar de bollen. Hè. Hij is een van de concurrenten voor de bolletjestrui. Net als Pinot en eigenlijk alle topklimmers. En ook Wout van Aert. Want wij zijn nog steeds zo kleider in dat klassement met 28 punten. Hoeveel punten gaan we hier sprokkelen? Op de Col du Pré buiten categorie. Dus er liggen er veel te rapen. Ja, Hirschi pakt wel terug. Dat is mooi. Ja, dit zijn krachten die we verspillen. Ik weet het. Het is doelbewust. Voilà. We zijn hierboven. En we lopen toch weer wat punten weg van Mark Hirschi.
34 hebben we er nu in totaal. En uiteindelijk hebben we die inspanning nog redelijk goed kunnen beperken. Roglic, Vingegaard, Dumoulin, zij zitten in de groep hierachter. Of zelfs nog daarachter. Nee, het is A1, dus het is de groep achter deze 29. En alweer één man nog overgebleven van Jumbo-Visma. En het is de kopman, hè. Het is de kopman, Jumbo-Visma. Wout van Aert is de kopman in deze Tour de France 2021, mannen. Roglic zat daar net nog instructies te vragen, maar ze slaan de bal voorlopig helemaal mis in deze Tour. Ik hoop dat ik die mannen nog ter beschikking krijg in een van de andere bergritten, want anders wordt het heel moeilijk, hè. Ook daar pakken we nog wat punten op die klim van tweede categorie. En Ede en Vendram, zij beginnen aan tienje. Monté de tienje. En vooral het laatste stuk, hè. 21 kilometer, man. Damn. 5,5 gemiddeld. En deel 2 van de Monté de tienje is een ware hel, een ware verschrikking. En de laatste 20 kilometer komt eraan. De Monté de tienje stopt dus ongeveer 500 meter voor de aankomst. De finishlijn, daar ligt dus nog een 500-tal meter vlak, een klein plateautje. Vandaar dat we dus nog ongeveer 18 kilometer te gaan hebben en nog ongeveer 16, 17 kilometer moeten klimmen. En we hebben het nu al lastig, hè. Oh, damn. Tempo ligt te hoog. Nou, ik kan niet mee, man. Ik kan niet mee. Als ik me op 80, 85 volgezet, dan ben ik binnen 5 kilometer volledig dood. En ze gaan aanvallen. Lopez, Metlanda en Pino. En nog eens recapituleren. Ik speel dus op extreem 1.1. Wat gebeurt er dan? Als je op normaal speelt, is de factor van de stats van jouw concurrentie 1. Dus dat blijft hetzelfde. Wat je dus in beeld ziet bij jouw concurrenten met de dagvorm erbij, dat is dus de effectieve stat die die renner op dat moment voor dat onderdeel heeft. Als je op hard speelt of extreem, dan klopt dat natuurlijk niet helemaal, want dan wordt die factor verhoogd. Naar hard is het met 1.03 en naar extreem met 1.05. Dus die factor moet je eigenlijk bij de stats bijtellen en dan weet je wat de effectieve stat is van jouw concurrent op klimmen of op tijdrijden of op hill. Maar ja, ik speel op extreem 1.1 en dan weet je eigenlijk al, Lopez heeft een klimstijd van 83 in de PCM World Database. Dus op dit niveau start hij eigenlijk aan ieder rit met een 85 klimstijd. Tenzij hij een heel negatieve dagvorm heeft. Maar dat heeft hij niet, want hij heeft een plus 5 dagvorm vandaag. Ja, ik heb het daarnet niet in beeld gebracht. Ik heb geknipt tussen die call van tweede categorie en tienje. Ja, in het dal daar heb ik die stats zitten, of de dagvormen zitten tonen. Maar ja, anders werd deze aflevering wel heel lang. Dus ik heb het eruit geknipt, maar ga ervan op aan of vertrouw me maar. Lopez heeft een plus 5 dagvorm. Pino niet, die had een plus 2, plus 3 dacht ik. Ik weet het niet meer van buiten nu. Maar die zit dus in principe ook bijna aan een 85 klimstijd. Ik denk net niet als ik zowat de berekening heel vluchtig maak. Thomas heeft een positieve dag voor, maar niet super. Dus die zit sowieso aan geen 85 klimstat. En eigenlijk al de rest die erachter komen ook niet. Maar u ziet het, Lopez blijft aanvallen. Dat is niet goed, hè. We zitten hier aan het tweede steilste stuk van de Monté de Tigne. Oh, het zijn nog 6 kilometers, man. Ja, 65, eigen tempo. Sneller kan ik momenteel niet. Of ik haal de top niet met nog energie. De andere mannen zitten hier wel te zwoegen. Dus ja, hopelijk kunnen we nog wat plaatsen goed maken. Ja, ook dom van die gasten hier om daar net nog even aan te vallen. Bij het begin van het tweede stuk van de tienje. Lang leven de AI. Maar wie pakt de etappezege? Hoeveel tijd gaan wij verliezen? Wat gebeurt er met gele trui Thomas? Want hij is nu aan het verdedigen. Maar het is duidelijk dat Lopez en Pino daarvan weggereden zijn. Hè? Voilà. Daar zien we nog de gele trui, of de groep van de gele trui. Lopez en Pino, die zijn zelfs niet meer te zien. Oh, damn. Ja. Om eerlijk te zijn, ik had geen 3 minuten verlies ingerekend gisteren in de rit van Le Grand Bornand. Vandaag had ik dat wel gedaan, maar het ziet er precies wat erger uit. Ja, het lijkt er veel meer te gaan worden dan 3 minuten. Wat doet de Airo?
Die zit er nu al een paar honderden meters, misschien al een kilometer en een half nu ongeveer op. En we komen dichter, hè. We maken het terrein goed. Maar de aero is wel bijna uitgewerkt. De gele balk is ook bijna weg. Tjelke is opgebruikt, want die heb ik er ook al in geknald. En allemaal met het doel om dat de laatste 500 meter tussen dit punt hier, de top van de Monte de Tigne en de aankomstlijn eigenlijk vlak is. Nou, geen punten vandaag voor de bollen op deze klim. En Lopez heeft ondertussen gewonnen, jawel. En ongeveer 45 seconden later komt Pinot binnen. Een minuut en een half. We gaan naar de 2 minuten. Daar komen Barguil, Landa, Thomas en Evenepoel. En hoeveel gaan wij verliezen? Ja, we zitten volledig dood. We kunnen zelfs niet meer meesprinten met Yates, Alaphilippe en Kelderman. En wat gaat het worden? Oh, het is meer dan 3 minuten. Oké, ça va nog. Ça va. 3 en 10. Oké, alright. I take it. Plus 4 dagvorm op paardje vandaag, ja. Je ziet het, als we geen plus 5 dagvorm hebben met aankomst bergop, dan gaan ze ons gewoon degraderen. En dat klopt ook. We hebben uiteindelijk maar een 74 klimstat qua beginstat daar. Ja. Dat is weinig, hè. Maar oké, anderzijds, Wout van Aert. Ja, misschien in de toekomst dat hij het tegendeel gaat bewijzen. Maar het is ook niet de beste klimmer van de wereld, hè. Laat ons ook even de voeten op de grond houden. Lopez heeft gewonnen. 47 seconden op Pinot. Al bij al nog ça va. Barguil dan op 1.47. Dat is wel een grotere kloof met Landa, Thomas en Evenepoel. Kelderman op 3 minuten met Julien en Yates. En wij 3.14. Vendram 3.21. Sterk hoor van Andrea. Fulsang op 3.39. Nairo 4.10. Samen met Dunbar en Masnada verliest 4.16. We gaan nog even verder naar onder kijken. We houden wel de bollen. Dat zie je daar rechts al. Froome verloor meer dan 4 minuten. Het groen hebben we sowieso. Dat stond vandaag niet op de helling. Dumoulin 38ste op 10 minuten. Roglic op 10.46. Ja, sorry. Het is lachwekkend. Het is lachwekkend. En dan nog zijn we geen kopman. Ho, ho, ho. Vreemd, vreemd, vreemd. Ja. Lopez is nu de nieuwe leider. 8 seconden alweer. Pinot net niet in het geel. Dat is wel balen. 2 keer op rij dat er een andere man hem net van het geel houdt. Thomas op 1.12. Landa, dan Barguil. Van Aert 6e nu op 3.29. Evenepoel komt ook dichter. 7 op 3.43. Amai. Almeida staat al ver op 16. Dumoulin op 17 minuten 52 nu. Kelderman op 13 minuten. En Roglic nu al bijna op 21 minuten van leider Miguel Angel Lopez, de kopman van Astana. Ze hebben daar ook wel een sterk blok natuurlijk naar deze Tour gestuurd. Hè. Met Fuglsang, die ook wel hier en daar wat werk opklapt. En dan gaan we naar de evaluatie. Ja, die is niet goed. Poor valt er te lezen. Ze zijn niet tevreden bij Jumbo. Al vond ik het resultaat eigenlijk niet zo slecht door naar Tigne. Ze zouden beter wat zich meer bezighouden met de prestaties van Roglic en Dumoulin. En daar echt wel gewoon een besluit nemen dat wij de kopman horen te zijn. Maar mag ik me niet druk in maken. Albertville naar Valence. Ja, het is ook logisch. Hè. De AI heeft dat niet door dat Wout van Aert een veel betere klimmer is in deze Tour. Normaal op papier zijn Roglic en Dumoulin de betere klimmer. Hè. Dat versta ik ook wel. En we gaan sprinten. We gaan massasprinten tussen Albertville en Valence. Juwen, Demar, Gaviria, Sagan, Groenewegen, Akkerman, Van Aert zelf, Jacobsen. Die mannen gaan we weer aan het werk zien. Voor het algemeen klassement verwacht ik niet dat we vandaag tijd gaan winnen of verliezen. En we worden wel weer uitgelicht in het Tour de France magazine samen met Matteo Trentin. Dit is de start in Albertville. En we gaan ook eens kijken dan wat de concurrentie wederom achter hun naam heeft staan qua dagvorm. Wij hebben in ieder geval plus 1 met Woutje. Ja. Ça va. En geen hulp vandaag? Nee. Oh, oké, lekker. Zelfs totaal geen knecht of geen dienende rol voor een bepaalde renner in de Jumbo-Visma-equipe voor deze man. Die groene man, Wout van Aert. Ja.
Oké. Okay. Het gaat van kwaad naar erger, precies. Man, man, man. AI, AI. Daar moet ze wel iets aan doen, hè. Come on. Als uw kopmannen niet presteren, dan is het toch logisch dat de best geclasseerde in de stand de nieuwe kopman wordt, zou ik denken. Maar oké. Dit is wel de nieuwe leider. Dat is wel een zekerheid. Miguel Angel Lopez van Astana. En dan gaan we naar de tussensprint. Ondertussen hebben we wel een paar knechten voor ons gekregen. Met Janssen en Vingegaard. Maar wij gaan het hier zelf doen in Chambéry. We gaan hier proberen de tussensprint te pakken. En we gaan de rest kloppen. Jawel. Oké. Die drie vluchters pakken wat punten weg. Maar geen Caleb Ewan te zien. Oh, mooi, mooi, mooi. Kijk eens daar. 62 punten verschil al. We zijn stilaan een uppercut aan het uitdelen aan de Australiër van Lotto Soudal. Caleb Ewan. En het tempo gaat er hier plots uit. Oh, lekker. Wat een stevig tempo voor deze massasprint. Ah, oké, okay. Daar komt nu Groupama FDG. In de laatste 3,5 kilometer gaan ze er toch nog wel even tempo in knallen. Voilà. De trein voor Demar. Ewan in het wiel. En wij in het wiel van Caleb. Kom aan, Woutje. Kunnen we eindelijk eens een massasprint winnen in deze Tour? Ja, Lotto neemt nu over. Wel slim. Ewan naar het wiel daar. Ewan gaat er nu gaan uitkomen. Wij proberen nu te volgen. We proberen erover te komen. Gaan we Ewan kloppen? Ja, nee. Maar Demar klopt alles en iedereen. Oh, en die heeft een plus 5 dag voor hem. Oké. Okay. Ewan plus 2. Wij plus 1. Maar oké. Okay. Arno Demar had een plus 5 dag voor hem. Ja, ik had de dagvormen eigenlijk nog niet bekeken. Oké. Okay. Plus 5. Arno wint in Valence. Ja, oké. Okay. Oh, damn, damn, damn. Ik kom er zot van die dagvormen op Extreme 1.1. Ja, ze zijn zo bepalend, hè, man. Ze zijn zo bepalend. Ewan is tweede, Van Aert derde, dan Trentin Jacobsen, Akkerman, Groenewegen op 7, wederom niet goed, Dylan. Teuns op 8, Alaphilippe op 9 en Rui Oliveira is tiende. Ja, oké, okay. Derde plaats. We verliezen niet veel punten tegenover Caleb Ewan, want we hebben die tussensprint gepakt. Allee, niet als eerste doorkruist, maar toch wel veel punten gepakt op Ewan. Dus ik denk dat het ongeveer break-even is vandaag, ja. Het algemeen klassement verandert er niks. P&O moet nog altijd leidzaam toezien hoe hij steeds op een aantal seconden de gele trui mist. En wij gaan naar de evaluatie, die wel goed is. Ja, deze keer vond de ploegleiding het dik oké. En deze etappe, hè, voor mij echt wel de koninginrit van de Tour de France 2021. Eerst gaan we langs de ene flank de Mont Ventoux op. Dan gaan we terug afdalen. En dan gaan we wederom in de vallei terug omhoog klimmen. En komen op een gegeven moment terug op dezelfde weg uit natuurlijk. Want er is maar één weg naar de echte top van Le Mont Ventoux. En dan dalen we opnieuw af. En dan is wel daar de aankomst in Molossène. Ja, ja. Ik kijk er naar uit. Primoz Roglic is de grote topfavoriet. Die kijkt er waarschijnlijk niet naar uit, want dat gaat echt niet gebeuren. Thibaut Pinot, Lopez, Landa, Thomas, Evenepoel. En Adam Yates, die mogen we echt wel verwachten. Nairo Quintana, Alaphilippe en Dumoulin worden er ook bijgezet. Maar ook daar zou ik een streep doortrekken. En wat doet de nummer 6 in de stand? Wout van Aert. 35 punten hebben we nu in het bergklassement. Dus daar wordt het stilaan drummen. Zeker en vast omdat Pinot heel dicht komt. Het groen hebben we nog. En Pinot en Van Aert zijn de hoofdrolspelers in het Tour de France magazine. En wat is de dagvorm? Oh, plus 5. Oh, lekker. Lekker, ja. Oh, kleine extase. Kleine extase. Ja, oké. Okay. Ik weet het. De rit moet nog verreden worden. Oh, lekker. Plus 5. Pinot plus 2. En Lopez, die kunnen we nog niet zien. Maar oké. Okay. Naar Le Grand Bornand hadden we ook een plus 5 dag voor. Maar daar had natuurlijk ook Pinot een plus 5. En ik dacht dat de rest ook wel nog een vrij goede dag voor hem had. Maar plus 5, dit is wel heerlijk. Ja, ik ga me inhouden. Hè. Ik ga me sowieso inhouden in deze etappe. Ik bedoel dan voor de Mont Ventoux, die we dus twee keer gaan doen. Zo weinig mogelijk energie verspillen.
En hier is wel Hirschi momenteel weggesprongen op de eerste passage van Le Mans Ventoux. 21 kilometer is deze weg of deze passage van Le Mans Ventoux. 5,7 gemiddeld. Je ziet straks, ziet hij er wat anders uit. Hè. Dat kan je onderin het profiel zien. Dit is wat geleidelijker aan, bergop. Straks is het dus steiler vanaf de voet. Oh, plus 5. Ah, damn. Kom aan, Woutje. Tijd om geschiedenis te maken. Hopelijk. We hebben nu in totaal een klimstijd van 80. Oké. We hebben nog op Lopez nog altijd een verschil van 85, van 5 punten. Hè. Ook al hebben we daarnet zijn dag voor niet helemaal gezien. Het vergrootglas kon er nog niet helemaal aan. Maar oké, tegenover de rest maken we kans. Want Pinot heeft sowieso geen 85 klimstat. En Thomas heb ik ook eigenlijk nog niet bekeken. We hebben wel Tomek Dumoulin gekregen. Ja, dat moet ik wel vermelden. Ik zeg het ook vaak, als het goed is, moet je het ook vermelden. En ja, Zeeman, eindelijk. Dankjewel, Jumbo-Visma. Is het nu omdat we een plus 5 dag voor hem hebben, of omdat ze doorhebben dat Van Aert in die top 10 gaat blijven staan en dat Dumoulin en Roglic daar nooit meer gaan inkomen? Anderzijds krijg ik Primoz wel nog niet ter beschikking. Maar wie weet, op de tweede van toepassage, wie weet. Klim van eerste categorie, is hij langs deze flank. Straks is hij buiten categorie. Hè. We gaan proberen toch die bergpunten mee te pikken. Hè. Ja, we hebben nog een best grote gele balk. En vooral ook een blauwe balk, want die zal straks terug vollopen in de afdaling. Dus dit kan ik mij nu echt wel permitteren. En voor degenen die dan misschien na de etappe gaan zeggen van ja, je had het beter daar niet gedaan. Ja, oké, man. Ja. Dat is het spel, hè. De eindzege gaan we niet pakken, hoor. Voor degenen die daar nog op zitten te hopen. Nee, de rit naar Tignes was heel duidelijk, hè. Le Grand Bornand was voor mij ook al heel duidelijk. Overduidelijk zelfs. Maar Tignes bevestigde dat ook nog eens. En we pakken hier veel punten, man. Lekker. Oh, lekker. We komen echt wel dik voorop te staan. Nu ook in de bollen. Twee treien pakken, dat zou ook heel ons zijn. Hè. Kunnen we misschien in seizoen 3 hier ook nog een soort topic of een soort doelstelling van maken om alle bergtreien te winnen. Want dat kan natuurlijk als we hier de bollen winnen. We hebben hem in de Giro en Navelta nog niet gepakt, de bergtrei. De tussensprint, ook daar pakken we nog wat punten mee. Ja, ik had Dumoulin nog kunnen achterop zetten, maar het was al goed genoeg zo. De groene trui gaan we niet meer afgeven voor Parijs. Dat ben ik al zeker. Tenzij we vallen en opgeven. En Roglic, we hebben hem gekregen, hè. Zoals ik al zei. Ja, ze gaan wel eens heel snel aanvallen. Amai, amai. Wow. Met de voeten op de grond. Plus 5 dagvorm van Aert. Ja, ik weet het niet. Roglic gaat in ieder geval het gat even proberen dichten. Barguil neemt nu over. Ah, kom aan, wat. 70 eigen tempo. De gele balk zit nog redelijk. Maar oké, het is wel nog een kleine 10 kilometer klimmen. Hè. Langs de steilste flank van de Ventoux. Net geen 20 kilometer lang langs hier. Wel 8% gemiddeld. Geraint Thomas. Oh, heeft ook een plus 5. Thomas. Oh, fuck. Oh, Thomas heeft een plus 5. Oh, damn it. Net als de rit naar Le Grand Bornand hebben wij een plus 5 dag voor. En een van de grootste concurrenten heeft het dan ook weer. Oh, allee, man. Oh, damn. En hier gaan we stilaan naar de open vlakte. We zijn het bos uit op Le Ventoux. We gaan wel stilaan naar Evenepoel. En we hebben nog best wat geel, hè. 5 kilometer nog, hè. Oké, voor Van Aert is het nog 6. Voor de leiders bijna 5 kilometer. Dus we zitten een kilometer achter op Geraint Thomas. 68 eigen tempo. En het blijft goed gaan. De hartslag zit goed. 151 slagen. Oké. Het ziet er lekker uit. Het ziet er heel lekker uit. En zie je eens Lopez en Landa zwalpen daar. Pinot. Ja, die zit niet ver van Thomas, hoor. Ja, Pinot is ook wel oké.
Ook al heeft hij geen superdagvorm. Evenepoel, Froome, Kelderman. Ja, deze man heb ik niet uitgelezen. Hoeft ook niet. Ik ga er zo meteen afrijden. Hoop ik toch. Beetje hoogmoed. Het mag wel, hè. En daar is het op. Daar zie je hem staan. Het historisch, het heroïsch monument bovenop Le Ventoux. De Mont Ventoux. Waar natuurlijk de foto's van de winnaars op staan. Met de kannibaal er ook tussen, hè. Eddy Merckx. Ja, Lopez krijgt het moeilijk. Gele trui, Lopez. Gaat hij zijn geel terug verspelen? En is het aan Pinot misschien vandaag, ja? Want Pinot zit nog steeds vrij dicht bij Durant. We gaan naar de laatste kilometers op de tweede passage van de Mont Ventoux. Pinot, Landa, Lopez en Durant Thomas zitten helemaal voorin. Maar wij hebben nog wel wat. We hebben nog wat. Kom aan, Woutje. Airo erin. En nu gewoon alles geven tot de top van de Ventoux. Geraken we nog bij Lopez? Jawel, dat gaat al gebeuren. Geraken we nog bij Landa? Dat zou eigenlijk ook nog moeten. Ah, 80 eigen tempo, bijna. We gaan sowieso nog naar 99 zometeen. Voilà, we zijn boven en we zitten in het wiel van Landa. We pakken nog heel wat bergpunten ook. Dat is mooi, want buiten categorie deze passage. Pinot pakt er natuurlijk ook wel weer. Maar we hebben ook die eerste passage gepakt. Heb de Ventoux. En nu de afdaling. Geraken we nog naar Durant? Geraken we nog naar Thomas? Ja, wie weet. Het is nog 20 kilometer afdalen, hè. Kom aan, Woutje. Kom aan. De plus 5. Ja, die helpt natuurlijk. Want de daalstijd is nu ook naar 78 gegaan, zo. Maar oké, Durant Thomas heeft ook een plus 5. Dus bij hem is dat ook sowieso... Plus 5, misschien meer, misschien minder. Nou, daar is Pinot. Voilà, Thibauke. Ook hij wordt ingerekend door de man in het groen. Oh, wat een etappe, man. Wat een etappe. Ja, oké. Okay. Had ik passage 1 op Le Ventoux met iets meer gespaard, was ik misschien nog iets dichter bij Thomas gebleven. En Landa ook een plus 4 dag voor hem. Voor degenen die het daarnet niet hadden gezien. Het ging heel snel. Plus 2 voor Lopez, plus 2 voor Pinot, plus 5 voor Van Aert en plus 5 voor Thomas. En we gaan er niet meer bij komen, nee. Maar kijk eens aan, wat een heroïsche etappe van de man in het groen. We komen hier binnen op een kleine 20 seconden van plus 5 dagvorm Durant Thomas. Maar wij zijn tweede in etappe 11 over twee keer de Mont Ventoux. Oh, wow, 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 wow. Damn, what the fuck, man. Plus, nee, geen plus. Gewoon 80 klimstijd. Bam, extreem 1.1. Renstijd, oké, gespijst. Maar niet, zeker niet beter gespijst dan die van Durant Thomas. En we finishen bijna nog gewoon in zijn wiel. Oh, damn, wat een etappe, man. We pakken punten voor het groen hier ook nog eens. We pakken punten voor de bollen. Want oké, ik heb een klein beetje energie verstoken op de eerste van toepassage, maar... Hadden we daardoor nog in het wiel van Thomas gezeten op het einde? Ik denk het niet. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik denk dat dit echt wel een van de beste etappes is die ik ooit heb gespeeld op Pro Cycling Manager Tourcours. Over alle jaargangen edities die ik al heb gespeeld. Damn, damn, damn. What the fuck, man. Tweede in de etappe naar de Ventoux. Lopez plus 2 dagvorm. Sowieso 85 klimstetten. Landa plus 4 dagvorm. Sowieso 85 klimstijd. Oké, okay, Pinot had het niet. Froome ook niet. En wij ook zeer zeker niet. Maar we zijn tweede. 17 seconden achter Thomas. Evenepoel verliest 2.34. Warren Barguil 3.13. Heel belangrijk voor ons natuurlijk. Roglic 16. Ja, was een pak beter vandaag. En dankjewel ploegleiding. Dat we zowel Dumoulin als Roglic uiteindelijk hebben gekregen in deze etappe. Is dat ook het verschil waarom we hier vandaag amper tijd verliezen en de vorige twee bergritten 3 minuten telkens aan de broek kregen? Ja, dat kan echt wel het verschil zijn. Hè? Al had het naar 10 je weinig opgeleverd, denk ik. Misschien een halve minuut minder. Maar naar Le Grand Bournon hadden we zeer zeker Dumoulin en Roglic kunnen gebruiken. 3 minuten 23 nu achter op Lopez.
Pinot staat tweede, Thomas derde, dan Landa, Evenepoel staat nu al op 6 minuten. Ja, de top 5. Wow, man. Hij zit eraan te komen. Wauw, wauw, wauw. En wij zitten ook stilaan naar het einde van deze aflevering te gaan. Helaas, ik ga het moeten gaan afsluiten, want we zitten al over de 30 minuten. En de ploegleiding is zeker en vast tevreden. Ik ook. En we gaan toch nog even heel snel deze Tour de France kort en bondig samenvatten. Gewonnen in Landerneau, gewonnen op de Muur de Bretagne, vijfde in Pontivy, derde in Fougères, elfde in Laval, allemaal niet slecht, derde in Châteauroux, gewonnen in Le Creusot, derde ritzege tot nu toe in deze Tour. Le Grand Bornand en Tignes, ja, oké, klein beetje de tegenvallers, Valence derde en Molassène, daar waren we tweede in de rit naar Le Ventoux. En we staan momenteel vijfde in het eindklassement. Of in het algemene klassement. Want het eindklassement, daar moeten we nog 10 etappes voor strijden. En we gaan natuurlijk blijven strijden met deze Wout van Aert. Jullie zijn wederom bedankt om te kijken. En heel graag zie ik jullie terug voor de nieuwe aflevering van Wout van Aert. En de Koning Quickstep natuurlijk. Want jawel, komende kerstdag is het van dat. Dan gaan we weer rijden met de Koning Quickstep. Als je de planning voor kerst nog niet zo goed weet, ga hem zeker gaan bekijken. Eerste comment aan deze video. Link naar mijn Twitterpagina. En daar staat de planning op natuurlijk. Ik wens jullie dan nog een heel fijne kerstdagen toe. Geniet ervan. Doe het in beperkte kring. Want u weet het, wegens corona mag het helaas niet uitbundig. Maar geniet er zeer zeker van. En dan zie ik jullie graag terug op kerstdag. Bedankt om te kijken nogmaals en bye bye.